Je ziet soms wel eens in magazines dat de tekst netjes rondom een model loopt. Maar hoe doen ze dat nou? Het is op zich helemaal niet zo ingewikkeld. Ik ga het je in deze film uitleggen. En ik pak daarvoor aan de hand deze foto. Om te bepalen waar mijn tekst precies moet komen, moet je eigenlijk eerst een soort kader bepalen waar jouw tekst echt mag lopen. En dat ga ik op twee manieren doen. Ik ga enerzijds wat hulplijnen uitzetten. En ik ga aan de andere kant gewoon een beetje de contouren van mijn model namaken. En om die hulplijnen neer te zetten, moet ik mijn linealen activeren. En die vind je hierboven bij Weergave Linealen of de sneltoets Ctrl-R. En je ziet, er komen aan de bovenkant en aan de linkerkant een hele hoop getalletjes bij. En dit zijn dus mijn linealen. In dit geval staat die op Pixels en is het linksboven 0 en 0. En aan de rechterkant is het 1500 en aan de onderkant is de afbeelding 1000 pixels groot. Maar ik kan hem ook op procenten zetten. Als ik er bijvoorbeeld op ga staan en ik klik met rechts, heb ik een aantal opties, waaronder procent. En je ziet, hij loopt van 0 tot 100. Nou, ik wil een mooie witruimte op zeg maar ongeveer 5%. En als ik in de lineaal ga staan en ik krijg een pijltje, wanneer ik mijn muis dan ingedrukt hou en ik sleep hem naar beneden, dan zie je dat er een lijn bij komt. En laat ik hem los, dan is het een blauw lijntje in dit geval. En als ik dat nog een keer vanuit boven doe, tot aan de onderkant, een procent of 95 en ik laat hem los, heb ik er twee. En doe ik het vanaf links, je raadt het al, daar komt mijn derde lijntje. En nu heb ik ongeveer 5% vanaf de rand een mooi drie hulplijntjes lopen. En deze drie hulplijntjes bepalen dadelijk gewoon makkelijk voor mij... Waar mijn vlak komt, waar mijn kader komt. En de vierde kant van het vlak, dat is gewoon langs mijn model. En hoe ga ik dus die vierde kant bepalen? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat doe ik gewoon met de pen tool. En die vind je hier aan de zijkant. Of je drukt gewoon even op de P om hem te selecteren. En wat ik ga doen, nu ga ik dus gewoon mijn pad bepalen. Mijn vorm waarin ik zeg van hier mag dadelijk tekst staan en nergens anders. En mijn eerste punt, dat ga ik hieronder uitzetten. En wat belangrijk is, is de afstand van waar ik het punt uitzet tot aan het been. Dat gaat namelijk bepalen uh, welke rand we gaan creëren. En ik vind dit op zich wel een aardige afstand. Dat komt wel een beetje overeen met het uh, gemiddelde van de rest van de afstanden. En ik klik gewoon. Je ziet dat er een klein blauw puntje bij komt. En dit is het eerste puntje in de vorm die we gaan tekenen. Je ziet ook dat er een nieuwe laag bij komt, vorm 1. En de bedoeling is dus dat we hier een mooi vlak van gaan maken. Wat aan drie kanten vlak is en aan de linkerkant de contouren van mijn model volgt. Het tweede punt dat zet ik hier op het kruispunt van de twee lijnen. Het derde daarboven. En vervolgens ga ik weer terug. Nou, belangrijk is dus dat je ongeveer een beetje dezelfde afstand hanteert... Als uh, dat je op je allereerste punt hebt gedaan. En als je klikt dan zie je dat er een witte lijn extra getrokken wordt. En dat je een mooi vierkant krijgt. Alleen dit vierkant uh, correspondeert nog niet echt met je model. Photoshop denkt wel, je hebt drie lijnen gezet. Ach weet je wat, die vierde die trek ik zelf wel en ik vul het op met de vorm. Alleen je kunt nu nog gewoon doortekenen. En dan zie je dat dat eigenlijk gewoon gaat. En als je hem loslaat zie je dat je lijntje gewoon langzaamaan aangepast wordt. Als je niet goed zit, hou je de control ingedrukt en kun je het puntje veranderen. En zo ga je langzaamaan langs je model. En je sluit het gewoon door op het laatste punt te klikken. Ik heb nu wel een pad langs mijn model getrokken waarvan ik denk van, hé, hey, dit klopt wel vrij aardig. En als je op een gegeven moment een pad hebt getrokken waarvan je denkt van, ja, dit is wel vrij aardig. Dan kun je dus je tekst erop gaan zetten. En nu kunnen we dus tekst in dit kader gaan plaatsen. Op zich niet al te ingewikkeld. Wanneer je de tekstdoel selecteert en je zou ergens klikken, dan kun je gewoon een uh, leuke tekst neerzetten. En je ziet, deze gaat dwars door mijn model heen. Dit heeft dus niet gewoon netjes dat pad wat we daar straks hebben gedaan. En dat is wel de bedoeling. Dus, nou goed. Ik gooi deze laag gewoon weer even weg. Als ik nu boven mijn vorm ga staan, dan zie je dat er een klein rondje bij komt. En dat rondje dat vertelt van, hé, hey, we gaan een beperking opleggen aan de tekst. Klik ik, dan zie je dat de cursor gewoon linksboven begint. En nu kan ik het vlak mooi op gaan vullen met tekst. Nou, ik ben op zich best wel iemand die teksten kan maken. Alleen even los uit mijn hoofd schudden, dat gaat ook weer niet. Daar hebben ze in de drukkerijwereld een hele mooie uh, standaard tekst voor verzonnen. Die helemaal geen bal inhoudt. En die zit ook in Photoshop ingebakken. Bij tekst kun je dan lorem ipsum plakken. En je ziet, er komen een heleboel letters waarvan je denkt van, wat in hemelsnaam gaat dat betekenen? Het betekent helemaal niks, maar het is tekst. En ja, gewoon niet meer, niet minder. Nou, ik klik ergens tussen de tekst en ik druk op ctrl-a om hem te selecteren. En vervolgens maak ik hem wat kleiner. Acht punten vind ik wel leuk. En uh, weet je wat? We selecteren hem nog een keer. En we voegen wat enters toe en we plakken hem er gewoon onder. En ik druk op oké. OK. En dit is eigenlijk alles wat het inhoudt. Je zou het eventueel ook nog aan de linkerkant kunnen doen. Um, helemaal niet zo moeilijk. En vervolgens heb je gewoon keurig tekst gemaakt rondom je model.